Goedemiddag en welkom bij het vierde deel van mijn collegereeks over elektriciteit voor 3 HAVO en VWO. Vandaag gaan we het hebben over automatische schakelingen en we gaan daarbij de volgende punten benoemen. We kunnen enkele onderdelen van een automatische schakeling benoemen. We weten hoe transistors en diodes werken en we gaan kijken naar enkele voorbeelden van automatische schakelingen. Nou, vorige keer zijn we gaan kijken naar serie- en parallelschakelingen, maar dat zijn eigenlijk vrij statische dingen die niet echt veel kunnen reageren op dingen die er gebeuren in het dagelijks leven. En wij zien vaker dat er hedendaags dat er meer automatische schakelingen gemaakt worden. Dus dat zijn dingen die gebruik maken van informatie die ze krijgen uit de omgeving. En om daardoor bijvoorbeeld bepaalde dingen op sommige momenten aan of uit te zetten. Nou, daarnaast zijn er ook voor dat soort automatische schakelingen, dus voor die soort van meer slimme schakelingen, zijn er ook nieuwe componenten die we moeten weten. Maar eerst is het zaak om even te kijken, wat is zo'n automatische schakeling nou eigenlijk? Want zo'n automatische schakeling die heeft over het algemeen gezegd 3 onderdelen. Je hebt allereerst een sensor, die produceert een elektrisch signaal. En dat is afhankelijk van zo'n omgeving. Het kan dus bijvoorbeeld van zo'n NTC of zo'n PTC, als een temperatuursgevoelige weerstand of een LDR. Een lichtgevoelige weerstand kan een bepaald hoog of een laag signaal zijn. Of dat kan dus op een gegeven moment een soort van bewegingssensor zijn die wel of geen elektrisch signaal doorgeeft. De schakelaar die zorgt er dus voor dat afhankelijk van het signaal wat hij van de sensor krijgt, dat automatisch de rest van de schakeling aangaat of uitgaat. En dan heb je nog de actuator, dat is hetgene die doet wat je wil dat dat hele apparaat doet. Dat gaat bijvoorbeeld geluid maken in het geval van een inbraakalarm, of dat gaat licht laten branden in het geval van zo'n lamp die je klappend aan zou kunnen zetten. Nou, wat is nou, het is een sensor, nou dat kunnen we gebruiken van voorwerpen die gewoon dingen meten van buitenaf. Een actuator, die kennen we eigenlijk ook al, dat kunnen dan lampen zijn of bepaalde voorwerpen die geluid maken. Maar zo'n schakelaar, daarvan moeten we even naar nieuwe componenten kijken. Want een heel veel gebruikt voorwerp in automatische schakelingen is een transistor. En een transistor die zorgt er eigenlijk voor, die kan een beetje de stroom regelen. Die heeft namelijk 3 poten. Een collectorpoot, een basispoot en een emitterpoot. En je zult erbij zien tot die transistor dan in schakelingen kan worden opgenomen. En tot die op een gegeven moment als een soort van slagboom kan werken. Hij kan de stroom die normaal gesproken van de collector naar de emitter wil stromen, kan hij blokkeren of juist door willen laten gaan. Dus de normale stroomrichting bij een transistor is dus vanuit de collector door naar de emitter. En de basis die maakt daar een soort van slagboomeffect. Want zo gauw er een stroompje loopt door de basis heen, dus wanneer daar een heel klein stroompje boven een bepaalde drempelwaarde doorloopt, zal hij als het ware de slagboom opengaan en dan kan de grote stroom van de collector naar de emitter ook gaan stromen. Dus alleen als er een klein stroompje op de basis staat, gaat de grote stroom die wordt in gang gezet. Zo gauw er dus geen stroompje op de basis staat, zoals hieronder het geval is, zal dus de stroom geblokkeerd worden en zal hij dus niet van de collector naar de emitter kunnen stromen. En dan houdt hij als het ware als een rood stoplicht, houdt hij de grote stroom tegen. Dus dit is een beetje een soort van schakelaar die alleen als er dus een bepaald stroompje op die B-poort, die basispoort staat, die ook de grote poort kan laten stromen. Iets anders wat nog vaker voorkomt in een automatische schakeling is een diode. Een diode die kan de stroomrichting bepalen, die zorgt ervoor dat de stroom maar in 1 richting kan gaan. Dus dan als dat altijd in het symbool van een diode, zul je dus zien dat hij altijd met het pijltje mee kan gaan. Van de andere kant op blokkeert hij de stroom en kan hij er dus niet doorheen gaan. Je hebt ook nog light emitting diodes, ledjes, en die zorgen er dus voor dat wanneer de stroom in de goede richting gaat, je dus ook een soort van lichtje te zien krijgt. Dit zijn vaak hele zuinige lampjes. Nou, wat zo'n diode onder andere bijvoorbeeld goed kan, is die kan dus wisselstroom die je op het stopcontact krijgt, kan die omzetten in gelijkstroom, waar bijvoorbeeld je telefoon mee opgeladen wordt. Dus in jouw telefoonadapter zullen in ieder geval ook een aantal van die diodes zitten. Nou, transistoren, diodes, een heleboel nieuwe componenten hebben we gezien. Laten we nou eens een keertje gaan kijken naar een voorbeeld van zo'n automatische schakeling. En dat is bijvoorbeeld een inbraakalarm. Nou, wanneer we dus zo'n situatie als dit hebben, zien we dus een spanningsbron. En zo'n spanningsbron, die is een soort van, dit is een hele meer gekke schakeling. Die kunnen we niet per se serie of parallel noemen. Je zult zien dat de grootste stroom, dat die eigenlijk hier doorheen loopt. En op een gegeven moment zal daar een vertakking plaatsvinden. Maar omdat de grootste stroom door weerstandje 1 door de hele ruit naar buiten loopt, zul je dus zien dat dit de belangrijkste stroomkring is waar het meeste doorheen gaat lopen. Omdat dus deze weerstand 2 een hele grote weerstand zal zijn, zal je dus ervoor zorgen dat er een heel klein stroompje maar van hier naar A naar B probeert te lopen. En omdat het stroompje wat hier bij B
terechtkomt te klein is, zal hij dus als het ware dus ook blokkeren, zal de slagboom gesloten blijven staan en zal er dus geen stroom van de collector naar de emitter kunnen stromen en dus daarom ook geen stroom door de zoomer die we hier bij net boven de collector zien. Dus in dit geval, wanneer die ruit nog helemaal heel is en de stroom daar doorheen kan gaan, zal de stroom alleen maar door de ruit heen gaan, niet naar de basis toe. Nou, zo gauw die op een gegeven moment, zo gauw die ruit gebroken is, of zo gauw er ruit ingeslagen wordt, of zo gauw twee magneetjes niet meer bij elkaar in de buurt komen, zul je dus zien dat de stroom niet meer door de ruit heen kan gaan, en zal de stroom dus vanuit de spanningsbron, zal die door de ene weerstand, door de andere weerstand, naar de basis toe lopen. En zo gauw er hier een stroompje al door de basis heen loopt, zal dat het startsein geven om ook stroom vanuit de collector naar de emitter te laten lopen. Dus de hoofdstroom die zal alsnog op deze manier via de buzzer naar de collector, de emitter, weer terugstromen. En dat ding zal dus echt een pokkelawaai gaan maken voor zolang dat die ruit dus gebroken blijft. Zo kun je dus op een gegeven moment een beetje soort van if-functions, logische functies inbouwen in jouw systeem. Dat kun je dus mede doen door middel van een transistor.